23 accountants van Suriname hebben gisteren hun eed afgelegd in Hotel Torarica. Volgens Peter Diekman, docent van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants, staan accountants onder de beroepscode. De beroepscode zegt dat ze zich moeten houden aan de fundamentele beginselen van integriteit, objectiviteit, vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en verantwoordelijkheid. Volgens Diekman treedt de accountant niet op in zijn eigen belang, maar in het belang van het maatschappelijk verkeer. En dat wordt in die eed nog eens even benadrukt, dat die accountant in het maatschappelijk verkeer een belangrijke rol speelt. En wat is dat dan? En wat dat met name is, en dat is het makkelijkste uit te leggen, door het feit dat die accountant financiële informatie controleert. En de gewone man in de straat is vaak niet in staat om financiële informatie te lezen en om te begrijpen, want dat is ingewikkeld. En die accountant die verklaart eigenlijk dat die financiële informatie betrouwbaar is, dat je ervan uit mag gaan. Dat is wat een accountant doet. En dus het is voor de man in de straat, maar ook voor de politicus en ook voor de bankier en ook voor de leveranciers en de afnemers van bedrijven van groot belang, dat die accountant dat werk op een zorgvuldige wijze doet. Opdat er vertrouwen komt in de financiële informatie die in de economie zo belangrijk is. En om die reden hebben we besloten om iedere accountant te vragen een eed af te leggen dat hij altijd in het belang van het maatschappelijk verkeer zal blijven werken. Alle 20.000 accountants die lid zijn van de Nederlandse beroepsorganisatie moeten de eed afleggen voor mei 2017, zegt Diekman. Studenten die nog in hun praktijkstage zijn, moeten de eed afleggen zodra zij de studie hebben afgerond.